het gebied of de lijn tussen neus en lippen, dat is deze plooi, dat wordt bedoeld met de neus-lippenplooi. De neus-lippenplooi kan uitstekend worden behandeld. Je kunt het meestal met directe inspuiting kan je hem echt heel goed wegkrijgen. En in sommige gevallen moet je vanuit jukbeenderen moet je hem ook bekijken. Nou, en als je geen filler wil gebruiken, kan je hem ook behandelen met bijvoorbeeld draden of de plexer. Dus het is echt uitstekend te behandelen. Nou, meestal is één behandeling gewoon meer dan genoeg om tot een goed resultaat te komen. Als je gebruik maakt van Sculptra, wat in sommige gevallen een slim idee is, dan duurt het 3 maanden voordat je het resultaat kan zien. Ja, ik kan maar gewoon één ding zeggen, de tevredenheid is uitstekend omdat het een indicatie is die echt heel goed te behandelen is.